Een hele goede dag, jongens. Oh my god, wat heb ik uitgekeken naar deze stream, zeg. Ik wilde deze al veel eerder doen, maar je weet misschien... Ik zal hem hier even erbij pakken. Ik had deze originele Xbox. Je ziet hem hier. Dit is de Xbox die ik heb gehaald toen mijn ouders op vakantie gingen. Ik was 13 of 14 jaar, zoiets denk ik. Mijn ouders gingen op vakantie. Ik mocht voor het eerst thuis blijven. Die gaven mij 400 gulden om 2 weken te overleven. En ze waren de deur nog niet uit. Of ik was met die 400 gulden of ik weet niet eens meer. Was ik direct naar de Intertoys gegaan. Heb ik deze opgepikt en ik heb 2 weken lang iedere dag bij mijn opa en oma geluncht en avond gegeten. Simpelweg zodat ik een Xbox thuis had. En dat is deze. Dit is de real fucking deal. Dit is de legit fucking Xbox die ik, even denken, 23 jaar... God damn, 23 jaar geleden heb gekocht. 23 jaar geleden heb ik deze Xbox gekocht. Maar, ik had hem natuurlijk meegenomen naar Game Kings. Ze kwamen er al achter dat de disk drive niet meer goed open ging. Met heel veel geluk en prangen. Ik heb echt met een mes erin zitten rammen om het open te krijgen. Je ziet ook wat lichte beschadigingen hier op het plastic. Om open te krijgen. Dat is in ieder geval gelukt. Maar het probleem bleef zich volhouden. Dus ik heb een nieuwe Xbox. En ik heb een Xbox gekregen toevallig van een GameKings bekende. Je kent hem misschien van Up, onze sponsor. En die zei, hey man, ik heb er toevallig nog eentje liggen hier gelijk. Dus als je wil, mag je hem hebben voor me. Wauw, ja, heel graag. Echt heel graag. Dus die heb ik nu. Die staat aangesloten. Super tof. En dit ding zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben, man. Fuck. Ik bedoel, je krijgt het niet vaak te zien, hè? Ik bedoel, er bestaan complete generatie gamers die niet de geboorte van een nieuwe console hebben gezien. En ik ben lucky, want ik heb er gewoon 2 gezien. Ik heb de PlayStation heb ik meegemaakt en ik heb de Xbox meegemaakt. Wat natuurlijk 2 sterkhouders zijn binnen de gamesindustrie op dit moment. En dan, Geronimo, dankjewel voor jouw €2,50 donatie, jongen. Je bent een bazige fucking baas. Felix van den Berg, goedemiddag. Geronimo Badder, Balrush. Supergezellig. En ook hier op Twitch. Cerezo, Suikertijn, Robert, Smash Rocket, Simon de Vierde, BBF, QRB, Mas Menno. Geweldig, jongens. Leuk dat jullie zijn. ETR John. Dit is een insane console. De Direct Xbox. De looks alleen al, het is prachtig. En de Direct Xbox heeft toen wel echt de belofte waargemaakt, hoor. Iets wat ze tegenwoordig niet meer doen. Maar toen de tijd wel. Dit was fantastisch. En we gaan het vandaag allemaal meemaken. Want ik heb een stapeltje games hier staan. Hè? Naast mijn Xbox Series X, hè. Ziet er iets beter uit dan, toch? Heb je nog de doek? Ik heb de doek. Waar heb ik de doek? Waar heb ik de doek? Schelen. Hier heb ik de doek. De originele doekcontroller, jongens. Ik zal hem heel even afwikkelen. Dit ding is zo fucking groot. Insane. En heel eerlijk, ik vind hem... Voor bepaalde games vind ik hem echt heerlijk in de handen liggen. Ja, dit is de doekcontroller. Een fantastische controller natuurlijk. Het deed me altijd denken aan een Wu-Tang logo. Het was alleen niet gemaakt voor iedereen. Je had wel echt relatief grote handen nodig om deze bad boy te kunnen bedienen. Maar en tegelijkertijd, de triggers doen me dan weer heel erg denken aan de Dreamcast controller. Maar hier was niet iedereen blij mee. Ik wel. Maar vervolgens kregen we deze. De Xbox S controller. En deze S-controller, die mag er ook wel zijn, hoor. Ik denk dat dit ergonomisch nog steeds een van de meest nice controllers is. Voor iedereen bedoel ik dan ook. En we hadden natuurlijk in dat tijdperk 2 geweldige controllers. We hadden de GameCube controller.
En we hadden deze. En die konden zich echt met elkaar meten. Dus een hele dikke shout-out naar deze fucking vette controller. En Project Gotham Racing was niet de Xbox 360. Project Gotham Racing was absoluut de originele Xbox. De Xbox 360 kreeg Project Gotham Racing 3. Ik ga even de dingen eruit halen. En nu zit ik helemaal in de knoop. Zo, kijk. En ik heb Project Gotham Racing. Kijk. PGR, je ziet het staan in het hoekje. PGR, Project Gotham Racing 2. Alleen hij doet het niet. Hij doet het niet. Ik krijg een disk error. Ik kan hem nog één keertje echt goed schoonmaken. En hopelijk doet hij het. Maar deze was episch. Fucking Xbox Live. In fucking sane. Echt super, super blij mee. Ik heb zelfs nog games hier in seal liggen. Ik heb hier zelfs nog games in seal liggen. Het is niet heel bijzonder, maar... Deze? Ja, DLC werd verkocht op discs, jongens. DLC's werd verkocht op disc. Maar deze heb ik nog in seal, zoals je kan zien. Deze heb ik nog in seal. Fucking lijp, toch? Ik heb hier ook de strategy guide. Ik weet dat niet waar... Oh, hier. Moet je kijken, zelfs de strategy guide is een seal, jongen. Mijn vriendin weet niet dat ik al deze dingen heb. Dat gaat een verrassing voor de zijn straks in Rotterdam. Dit lag namelijk allemaal bij mijn ouders thuis. In dozen. Er staat inmiddels al een aardig gedeelte hier. Maar ook nog steeds een groot gedeelte daar. Ik wilde beginnen... Eigenlijk met de game waarbij we ook begonnen bij GameKings. Omdat het gewoon een arcade classic is. Dit is een retro stream. En er is niks meer retro's dan Outrun. Dus ik ga beginnen met Outrun 2. De Xbox had een Outrun port gekregen. Die was fantastisch. We hebben ook zeker Forza Motorsport 1. Die gaan we absoluut spelen. En ik heb ook wat gekke releases meegenomen. Kijk deze nog, Battlefield 2, Modern Combat. En ik heb, jongens, ik heb de Xbox op het internet aangesloten. Ik heb de Xbox op het internet aangesloten. En nu wil het nou zo zijn dat, for whatever reason, de Halo 2 servers op de originele Xbox gewoon weer live zijn. Hoe fucking sick is dat? Echt bizar, toch? Dus, dat gaan we gewoon checken. We gaan gewoon live op Xbox Live die fucking shit spelen en checken. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik moet heel even nog op Instagram gooien dat we live zijn, jongens. Ik zag nog net een vraag voor een andere game. Conker's Bad Fur Day. Nee, die heb ik helaas niet, man. Die heb ik helaas niet. Maar we hebben gekke Star Wars games ook wel, hoor. Die Obi-Wan game. Echt te vet voor woorden. Forza Motorsport 1 dus, die gaan we absoluut checken. Rally Sport Challenge, de Grand Theft Auto, Enhanced Editions. Metal Gear Solid. Het is allemaal hier aanwezig. Dus we gaan checken. Moet je nog betalen voor die oude Xbox Live? Nee, ik denk dat het gewoon inloggen is met mijn Xbox account. En dan gaan we die banaan. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb veel geprobeerd. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Sorry jongens, dit duurt heel even. Ik moet dit heel even op Instagram gooien. Je weet, ik ben altijd een ongelijk projectiel, toch? Kijk, en ik moet heel even daarmee Joe Bodegraven even bedanken. En even kijken. Ik hoop dat we dezelfde. Nope. Ja. Oké, die hebben we. Linkje erin gooien en gaan.
Ik ben zo blij dat we dit op originele hardware kunnen spelen. Ik bedoel, ja, Xbox is backwards compatible, maar er gaat toch niks boven originele hardware, toch? Je doet het even in je eigen tijd, ja, sorry. Dat is gewoon de geout in mij. Ik zei outrun, hè? Natuurlijk de... bijna de onderste. Ik mis sowieso aardig wat Xbox games nog hoor, want ik kan Project Gotham 1 bijvoorbeeld niet vinden. Ik zal wel even het lijstje opnoemen, dan kunnen jullie alvast nadenken. Battlefield 2, Mortal Kombat, Halo 2, Project Gotham Racing 2, Metal Gear Solid 2, Star Wars Jedi Knight 2, Spider-Man 2, Midtown Madness 3, Ajax Club Voetbal, Grand Theft Auto Enhanced Edition, Rainbow Six 3, Rally Sport Challenge 2, Pro Evolution Soccer 5, Forza Motorsport, Rainbow Six Lockdown, Halo 2 nog een keer, Star Wars Knights of the Old Republic, Beyond Good and Evil 2, heel veel 2, Star Wars Obi-Wan, Knights of the Old Republic 2, Star Wars Battlefront 2, nog een keertje Halo 2, Star Wars Battlefront, Unreal Championship, Driver 3, Turok Evolution, Dead or Alive Ultimate en Splinter Cell. Ja, PES gaan we zeker checken, sowieso. Ik weet nog dat de maat van mij zijn Xbox allemaal had omgebouwd op mediasysteem. Ja, dat heb ik ook gehad. Zeker, dat werkte heel goed. Sterker nog, XBMC draaide dat op. En XBMC, Xbox Media Center, dat wordt nog steeds gebruikt door veel mensen. Outrun 2 dus, jongens. Lekker rondscheuren in de Ferrari. Op mokerharde beats. En dit is nog een tijdperk van hoesjes en boekjes en dat er ook daadwerkelijk shit in staat. Long time. Sega. Reclame? Nee? Ja, wel. Outrun 2, Headhunter Redemption. Nog nooit van gehoord. Sonic Heroes uiteraard wel. Worms Fort Under Siege. En Sega GT Online, Worms 3D. Sega GT heb ik bijvoorbeeld ook niet. Ik weet niet waar die ligt. Fantasy Star Online, Otogi, die had ik ook. Kan ik ook niet meer vinden. Ik kan echt veel games niet meer vinden. Dus mochten er mensen... Ja, Jade Empire kan ik ook niet meer vinden. Dus mochten er nog mensen zijn die originele Xbox games hebben. En de originele Halo heb ik ook niet meer. Mijn vereiste is wel... Het doosje moet er zijn. En het liefst ook een boekje. Maar het doosje moet er absoluut zijn. Dus dat wil ik gaan checken. Is het geen idee om live te kopen om TikTok zo meer geld in zag Paul Limited ook doen? Wat? Ik weet niet eens wat dat betekent qua zin, badder. Black was ook een vette shooter. Yo, Koos, hoe erg kijk jij naar Star Wars Outlaws? Aardig. Ik kijk aardig uit naar Star Wars Outlaws. Ik heb er zeker zin in. Hoe stream je van de Xbox? Of is dat een domme vraag? Ik heb de Xbox met componentkabels aangesloten. Normaal gesproken krijg je een AV-kabel of composiet. Ik heb dit met componentkabels aangesloten. Daarvoor was een officiële adapter voor de Xbox. Dan kon je het op HD-tv's aansluiten. Die componentkabels gaan naar een OSCC, Open Line Scan Converter, Open Source Scan Converter, Scaler. En die zet het weer om naar HDMI. En die stuurt het door naar mijn capture card. Dus het is behoorlijk gedoe. Maar het is zeker de moeite waard. En hier is dat klassieke menu. Beste operatie, maar het gaat voor mij echt, guys, weet je, het gaat niet om makkelijk. Ik wil gewoon de authentieke hardware, man. Ik vind dat zo fucking sick. Kan zonder adapter. Xbox Video was 21 pins, geloof ik. Nee, hoe heet het? Je kan het zeker zonder adapter doen. Sorry, ik leg het verkeerd uit. Je kan een componentkabel voor Xbox kopen. Maar Xbox had ook gewoon een AV. Nou, daar moest je zelf losse tulpen in doen. Is ook origineel van Xbox. Maar is net een andere manier. Hoop dat je me begrijpt. Daar gaan we. De eerste game dus. Is de Gimma. Ik heb straks wel een voorbeeldje voor je, John. Ik heb er twee namelijk. Outrun Arcade. Ja, Outrun Xbox Live. Nou, die zal het niet meer doen, denk ik.
Even kijken, options. Wat kunnen we nog meer doen? General options. Kilometer per uur, natuurlijk. Oké, difficulty normal. Ik zal al zeggen, die shit is pittig. Die shit is echt fucking pittig. Dus, ik weet niet of we het gaan redden. Geen ultra wide stream. Nee, helaas niet. Composiet omvormen naar component. Nee. Nee, gewoon een AV naar component. Adapter is dat. Dus dat is gewoon een digitale AV-connectie naar een blok waar je componentkabels op kan aansluiten. We gaan voor de F50. Voor intermediate players, voor novice players. Ja. Harder. Dat is wel hard. Hè. F50. Automatic transmission. Daar gaan we. Outrun mode. Outrun mode. Splash wave. En natuurlijk splash wave. I'm lost. All you need to know is het is via component aangesloten. Get ready. Houdt van deze graphics. Kijk, 1 milliseconde na de fucking check. Ik heb het nu al niet meer. Waarschijnlijk. Maar deze shit, nu, echt, deze shit is zo fucking tight met de tijd. Oh my god, wat was die fucking sick. Holy hell, wat een drift. Don't make them like this anymore, here, quick. En gewoon smooth 60 fps, hè. Dat was in die tijd nog vrij normaal wel, hoor. Veel games hadden gewoon 60 fps toen al. Staat de audio trouwens? Is het te hard? If so, let me know. Beetje uit. Oké. Ik zal het zo goed zitten. Ik ga naar links, want links is easy. Het is altijd in de outrun, links is easy. Ik heb dit als een kleine gozer uren en uren gespeeld. Kan je het je voorstellen? Zo simpel, maar dit uren en uren spelen. Je kan me nog steeds iedere keer poren voor een klassiek potje outrun, hoor. Van in de arcade. Gewoon echt een 2D sprite versie. Niet goed bezig. Ik vind de game er ook mooi uitzien, man. Het is een steltje. Het is echt die Sega arcade shit. Ik ga het gewoon niet redden. Ik ga het gewoon niet redden, man. Dat scoorde helemaal niks. Dat scoorde helemaal fucking niks. Ah, dit is zo kut in die power slide.
Zo ontiegelijk dit. Come on, laatste stage halen. Nee. Denk je niet. Kom maar, denk ik, 3 seconden tekort. 3 of 4. En dan komt deze gast. Oh my god. We zijn in Nederland, jongens. Kijk eens om je heen. We zijn in Nederland. Oh fuck. Ja, nu ga ik het ding niet worden. Maar het was wel leuk. Oh my god. Hey, dit was op het randje de hele tijd, man. Fucking hell, ik zit op iets zachter nu. Is dit beter qua audio? Is dit beter? Oh. Ik heb geoefend, zeker. Ik heb honderden uren deze game gespeeld, Romero. Oefenen hoef je meer. Ik heb wel voor de meest easy weggekozen, hoor. Maar dit was wel lijp, toch? Daarom, iedereen moet een keertje Outrun gespeeld hebben en meegemaakt hebben. Kijk. Entry. Dit is natuurlijk ook een dingetje. End. Kan ik zeggen end? Ja, end. Hartstikke idee. Mooi, toch? Vond je de Tokyo Extreme Racer Games ook leuk? Die weet ik niet zo uit mijn hoofd, man. Het kan geen Nederland zijn, het is droog daar. Het is hier ook af en toe wel niet droog. Dat was de eerste game, jongens. Even kijken, welke zullen we erbij pakken? Ik denk dat het... Zullen we eens Project Gotham Racing proberen? Might as well, toch? Het is een hele harde game. Dan doen we gewoon een classic... En helemaal... schoonmaken. Oké. Okay. Als iemand deze game over heeft of extra, deze kan ik nog wel zonder hoesje overnemen, want dat heb ik allemaal. Weet je wat je dan van mij krijgt? Dan krijg je ook iets van mij. Ook hier weer die boekjes. Halo coming 2004. Ik denk dat hij het niet gaat doen, hoor. Ik heb het al 2 keer geprobeerd op te starten. Hier hapert... Kijk, hier begint hij al te haperen. Ik ben er bang voor. It's not gonna work. Als ik maar hier voorbij kom misschien... Dat hij wel de data kan inladen. Dit filmpje kan hij in ieder geval niet afspelen. Please.
Dit was zo'n vette game namelijk. Hey, eerlijk? Zo ver ben ik nog niet gekomen. Oeh! Nou, lijkt het te doen, jongens. Even de... Nou, dit filmpje wordt al afgekapt. Create a new profile. Ja, dat moet wel, want... Dit is dus een andere Xbox. Yep. Dat maakt ook niet zoveel uit, hè. License plate. Helemaal prima. Single player. Hij doet dat gewoon. Ja, laten we dit doen. Arcade racing. Street racing. Ik hoop dat ik het nog kan. Hongkong, Yokohama, Chicago, Washington DC. Let's see. Medium opposition. Laten we het eens proberen. Ja, ben je zenuwachtig? Is nergens voor nodig hoor, tomorrow. Koos doen, 11-jarige race voor lol en speel zo Star Wars Obi-Wan. Ik wou die zo graag vroeger nooit kunnen spelen. Is echt een kut game. Maar ik zal hem speciaal voor jou opzetten. Hierna. Maar keep in mind. Echt een kut game. En waarom kan ik geen auto kiezen? Dat is een beetje een teleurstelling. Je moet niet zenuwachtig zijn. Er valt toch weinig te verliezen voor de nek. Ik heb er nu tijd voor, Jedi. Ik heb er nu tijd voor, ja. Ik zou willen dat ik een fulltime streamer zou kunnen worden. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Wauw, wat een... Wat een lul. Wat een lul. Ik merk wel dat heel veel van die kleuren super muted zijn. En ik vraag me af, ligt dat aan de scaler? Ligt dat aan het feit dat het eigenlijk voor CRT-monitoren bedoeld is natuurlijk? In de Amerikaanse auto's. Het is een Amerikaan. Voorop rijdt een Supra, wat ik een geweldige auto vind. Maar een beetje meer inkijken, hè? Dan zou het kunnen. Nee, echt, er valt geen brood te verdienen met deze shit hoor, jongens. Chevrolet Camaro? Ah. Ja, dat vind ik dus bij veel van die games dat het er heel donker uitziet. Maar dat kan ook aan de scale liggen. Nogmaals wat ik zeg, het is eigenlijk natuurlijk bedoeld voor CRT-tv's. Ja, dat is dit niet. Ik zie dat overal eigenlijk bij al die oude consoles die ik aansluit. Je hebt die RetroTINK 4K. En die transformeert het naar HDR. En dan zie je dat de witte... Ja, vooral de helderheid, dat die goed bewaard gebleven blijft. Okay, medium is redelijk goed te doen, we kunnen straks een stapje omhoog. Maar dit was ook wel een beetje het ding met
realistische graphics. Eens kijken. Spot een Nissan 350 set. Ah, heel eerlijk. Besef, dit is 23 jaar oud, hè? Dit is Project Gotham Racing 2, ja, zeker weten. What's up, bro Joker? Een goede avond. Leuk dat jullie zijn, jongens. Vergeet niet, hè? Laat even een duimpje omhoog achter op YouTube. Daar help je mij dan. Alvast bedankt daarvoor. Ik ben redelijk verbaasd. Kijk ook die Reflections. 23 jaar oude game. En wat nog lijper is dat deze hardware het gewoon nog steeds doet met 23 jaar. Dat is toch sick. Kan je voorstellen dat je je PlayStation 5 over 23 jaar nog aansluit? Super lijp. En dit zijn de begindagen van 3D, hè, op console. De generatie daarvoor werd het pas voor het eerst echt gedaan. En hier kwam het een beetje tot volwassendom. Oude rommel. Geen oude rommel noemen. Ja, Project 3, PGR 3 op de 360 was echt geweldig, ja. Ik denk dat de PS5 gewoon weggerot is. I don't know. Ik kan me wel voorstellen dat jij over 23 jaar eindelijk PlayStation 5 kopen. Nee, dat denk ik ook niet, hoor. Continue. Volgende race. Oh, dit was Chevrolet Camaro SS waar we in hebben gereden. We gaan nu naar de Ford Mustang Cobra, dan de Honda NSX en dan de Nissan Skyline. Hard? Let's try it. Ja, 23 jaar alweer. Belachelijk, hè? Echt, echt belachelijk. Hama. Oh, dit was ik helemaal vergeten. Welcome to Yokohama. Is dit Gran Turismo? Jezus, man. Ga je mond spoelen. Wat een gekke. Durft hij hier gewoon in een Xbox stream te zeggen. Dit is de goat op de Xbox, man. Dit kun je niet bij in de buurt, hoor. Heel veel wheelspin ook. Half de remmen terwijl ik het gas in heb. Het moet ook tweede worden, minimaal. Zij draagt die jaar. Let's fucking go. Die gebouwen in de achtergrond zijn gewoon 3D, dus hè. Net op tijd. Sluit je fucking tech door, pak. Waarom kan je deze shit niet wegdoen? Ik wil best wel kijken, maar. Ik wil niet die overleden eroverheen. What's up, Diamonds? Een hele goede avond, man. Maar dit was echt een van de generation defining games van de Xbox, de originele Xbox. Ik weet niet of het tegelijkertijd lanceerde met Xbox Live, maar dit was wel een van de killer titels. Zeker wat betreft racing.
Later kregen we daar natuurlijk Forza Motorsport bij. Die, die gaan we altijd ook checken. Ah, en ik krijg nu een berichtje. Lewis Hamilton, Hill's four-time champion Vettel, as an amazing option for Mercedes. Welke consoles heb je alleen nog? Ik heb alles. Ik heb alles nog, man. Alleen mijn Dreamcast heb ik. Daar baal ik wel enorm van. Heb je Half-Life ook voor de Xbox? Nee, die heb ik voor de PlayStation 2. Wat was de fighting game van de eerste Xbox? Dead or Alive. Dead or Alive. Dat was echt de game die die Xbox heeft. Cooler tokens. In deze game kon je ook volgens mij een hele garage samenstellen. Okay, laten we deze medium doen, want deze net was wel lastig. Was deze studio niet failliet trouwens? Bizarre Creations? Geen idee. Ja, Soul Calibur 2 had spawn. 2 of 3? Dag 2. Ja, die heb ik, sorry, die heb ik hier liggen namelijk. Precies die. Chicago, jongens. En in de Honda NSX. Dat vind ik dan wel wel sick. Staat er nog meer op de planning? Nou, we hebben hier een aardig rijtje aan games staan. Ik heb ze allemaal opgenoemd. En uw vraag blijft draaien. Dus doen een beetje dat. Een beetje wat ik wil, een beetje wat jullie wil. We gaan zo voor zijn race gaan we die Star Wars game checken. Star Wars Obi-Wan. Dat is wel een dingetje hoor. Zeg maar. Het lijkt erop dat medium echt veel te makkelijk is. En dat het hard net te moeilijk is. Maar ja, zolang we nog in eerste staan, mogen we er niks over zeggen. En ik kan de PlayStation 2 kan ik dus ook aansluiten via component. En de PlayStation 3 heb ik dus gehoord ook. Dus als iemand een PlayStation 3 controller aan mij zou willen verkopen, dan kunnen we binnenkort ook PlayStation 3 games streamen. En daar zitten een paar games bij die. Hoe heet het? Niet op PlayStation 4 en PlayStation 5 speelbaar zijn. Het is dus echt alleen op dat platform. Ronde Metal Gear Solid 4. Er zijn er echt heel veel. Op PlayStation 3 heb je HDMI, maar die HDMI heeft een kopieerbeveiliging, HDCP, die je niet kan uitzetten. En dan kan je geen beeld capturen. Maar PlayStation 4 en 5 hebben dat ook. En dan kan je HDCP uitzetten in menu. Het enige wat je dan niet kan, is Blu-ray films bijvoorbeeld checken, dat soort dingen. Geen streaming services. Ja, je hebt van die splitters. Klopt. Maar ik heb geen splitter en ik heb wel een componentkabel. Dus ik ga geen splitter kopen, ik heb alleen een controller nodig. Ik heb geen idee, maar ik wil wel een originele PlayStation 3 controller. Ja, neem maar even contact met me op. Stuur me een DM op Discord ofzo. Dan kan ik wel. Midnight Club is heel vet. Ik loop de dag weer voorbij, maar gelukkig is het dan weer met een topstream. Ja, topstream moet nog blijken, hè. Maar laat het even weten, Geronimo. PC had verkozen dat de PlayStation 3 backwards compatible kreeg, dus kon ook alle PlayStation 2 games afspelen. Klopt, dacht gigabyte versie, of de 60 gigabyte versie, ik weet niet meer, 80 gigabyte versie. Die kon ook PlayStation 1 en PlayStation 2 games aan. Ik heb niks gejailbreakt. Dus misschien wel, misschien ook niet dat kan daarmee. Maar ik heb dat niet gedaan, dus ja, daar houdt het al op. Geronimo is zeker iemand waar je wel wat aan hebt. Man van zijn woord en een keiharde papi ook. 60 giga ook? Ja, ik weet niet meer. Je had 20 en 40 of zo, of 60 en 80, ik weet niet meer. Er waren zoveel varianten van de PlayStation 3 uiteindelijk. Ik heb thuis de PlayStation 3 Slim staan. En ik
heb die originele PlayStation 3 ingedacht. Daar baal ik echt wel enorm van. Die ga ik op een gegeven moment ook nog wel een keertje kopen. Ja, Halo 2 splitscreen, dat is fantastisch. Heel eerlijk, ik vind de graphics best nice nog steeds hoor. Uiteraard niet te vergelijken met vandaag de dag, maar het is minder kut dan wat ik dacht. Soms zien de games er in je hoofd beter uit, maar deze, nee, deze is niet zeker. Nee, ik niet man, ik wil altijd mijn consoles lekker authentiek houden. Ik koop over het algemeen ook geen special editions van consoles. Ik wil gewoon de originele hebben zoals die van de band afkomt. Ik moet daarom eigenlijk ook nog zo'n paarse Gamecube hebben in plaats van een zwarte. Het ziet er beter uit als Gollum, zeker. Wel wat, vind ik wat gas bijgeven, dan willen we nog eerst doen. De snelheid van deze auto ons een beetje gaat helpen, maar... Ik werd op een gegeven moment echt goed erin, want je doet ook met nice rijden, zeg maar, drifts en dat soort shit, draften. Moet je putten kudos behalen. Daar was ik op een gegeven moment echt heel goed in. Man. Je rijdt niet alleen om de eerste te worden, je rijdt ook om de meest stijlvolle papie te worden. Maar nu, zelfs op medium, ik kom hier niet bij die gasten. Ook niet wanneer ik denk dat ik de bocht goed ben. Maar ik speel dat voor nu allemaal met de Escortel. Ik heb het niet gezien deze film. Ik lees het heel even na de race. Misschien moet je het heel even herhalen als het helemaal deelt is. Maar... Oeh! Wel, maar we kunnen er nog lang niet dichtbij. Tenzij. Nou, we hebben het gat dichtbij van 3 seconden naar minder dan 17e. En nu gewoon in de binnenkant zitten. Ja toch, dat is hoe je dat doet. Dat is wel ook hoe je deed op Xbox Live nam. Wat moet je voor die 3070 hebben, Spluff? Want ik ga een nieuwe PC bouwen. Maar daar... Daar haal ik nog geen nieuwe GPU bij, dus dan heb ik één PC zonder GPU. Hoezo heb je de 70 nooit verkocht?
Bam. Ja, tweede geworden. Is genoeg in ieder geval. Even kijken, Hazeville. Wat zei Hazeville? Hazeville. Even opgezocht. In 2011 heeft Activision de studio gesloten. Maar dat weet ik niet wat je bedoelt. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet wat je bedoelt, man. Ja, dit was een topconsole weer. Echt topconsole. Geweldig. Voor jou niks? Nee, joh. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is goed. Ik ben super lief van je, hoor. Beetje te gek, jongen. Ja, ik wou net zeggen, die 3070 kan je prima verkopen, hoor. Brandgevalletje. Oh ja, dat was er gebeurd, hè? Oh ja, ik was het alweer helemaal vergeten, dude. Ja, ja, nu weet ik het weer. Nou, weet je, ik hoef hem niet te hebben. Ik zal hem dan... Kijk, als je het liever weggeeft en er niks voor wil hebben en dergelijke. Ik hoef het dan niet te hebben, dan zou ik hem willen lenen. Totdat ik een nieuwe GPU heb gekocht voor mijn main PC, zeg maar. Maar dat zou amazing zijn, dude. Gasten, dit was Project Gotham Racing 2, man. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Wauw, Xbox demos. Welke Xbox demos zouden hierop staan? Holy shit, Rally Sport Challenge. Grabbed by the Ghoulies. NFL Fever. Xbox Music Video. Amped 2 Video. Allemaal video's. Holy shit. Maar die Rally Sport Challenge, die hebben we. Wat lijp. Nou, laten we kijken de volgende. En dat wordt dan... Deze is voor jou, Cerise. Deze is voor jou, jongen. Star Wars Obi-Wan. Echt een scheidgame. Zeg maar of wat. Volgens mij ook een launch game. Maar dat weet ik niet meer zeker. Dat het een scheidgame is, dat weet ik wel zeker. Hartstikke idee, daar is hij. Ook helemaal groen die Obi-Wan gemaakt, hè? Want het was Xbox. Is de game beter dan de serie? Ja, dat dan weer wel. Oh. Daar gaat hij. Xbox. Star Wars Obi-Wan, jongens. Ga er maar goed voor zitten. Ja, het beste met je Forza Race. Maar je mocht nooit op de Xbox van je broer spelen. Wat een lul. Topspin was echt geweldig inderdaad, ook op de dingen. Ja, Bizarre Creations gesloten. Ja, bizar. Jammer. Topspin helemaal kapot gespeeld. Die waren echt heel vet, die Topspin games. Er komt een nieuwe Topspin toch, dit jaar nog? Bij mij gaat goed, Matthijs, met jou. Heb je al een duimpje omhoog achtergelaten? Hier, komt-ie. Vette muziek uiteraard wel. Dit is het vetste van de game. That's it. Even kijken bij de options. Kijk, we zien hier de verschillende Obi-Wans. Subtitles even heel even aan. Dit was zo kut. Dit was zo kut. Daar gaan we. Ja, Topspin 2K25. Google het maar.
Als het goed is, komt dat nog dit jaar. Hello there. Komt deze maand al zelfs. Weet je nog dat Star Wars ooit goed was? Leuk. Vet. Ja, dat was volgens mij ook niet tijdens de prequel. Dat had ook iedereen. Maar in hindsight... Ja, het geluid van de copyright claim. Absoluut. Dit is geen monetized stream meer. Je moet er wat voor over hebben. Al die honderden euro's die ik nu misloop bij deze stream. Gaat uitstekend, Milo. Hoe gaat het met jou, man? Mace Windu to investigate the rise of a dangerous new threat in the lower levels. Ook die Rogue Squadron games konden spelen. Cutscenes zijn in ieder geval 60 fps. Zou de game dat ook zijn? Everything has been quiet, Master. Nothing unusual to report. Are you sure my presence here is necessary? The Jedi must be patient, young Padawan. All will present itself in good time. You may return to the Jedi Temple, but be careful. The hour is late and the lower We got Obi-Wan at home. Yes, Master. There is an Elcor transport station nearby. No, no more Jedi, cheeky werewolf. Oh shit, ja, dit was het. Je moest rondslingeren met je rechter thumbstick. Oh shit, dat was een goeie rit. Hey, kijk, dat is een bekende danser hoor. Oh shit, nog een. Het is nog kutter dan dat ik me herinner. En ik was een Star Wars fan toen, hè? En zelfs toen kon ik het al niet meer verder spelen. Dat is die Twilight at Return of the Jedi, jazeker. Precies dezelfde. Dat is haar 100%. Kijk naar het gezicht. Ik weet niet of het duidelijk op stream te zien is, maar dat is 100% de Twilight at het dingen. Ja, Paul was 50 hertz, maar de Xbox kon ook op 60 hertz... deze game is er niet eentje van, geloof ik. Ik zag in ieder geval net 50 hertz. Ja, 50 hertz. We spelen nu 50. Maar sommige games zijn 60. Waar de fuck moeten we überhaupt heen? Er wordt ook letterlijk niks gezegd. Gelijk een frame drop. Help me! Elcor transport. Help me! Thank you, Jedi. Over here. Oh shit! Nou is hij ook dood. Oh nee, ze is niet dood. Ja hoor, er zijn ook tv's die 100 hertz waren, 100 hertz tv's, en die konden 60 hertz signaal weer geven. En wat je dan bij veel van die games had in deze tijd, is dat de game sneller runde. Zeg maar over het algemeen de Amerikaanse en de Japanse versies, die draaiden natuurlijk op 60 hertz. En wat veel developers gewoon deden,
is de game lager klokken in PAL-versie. Waardoor de PAL-versie is de muziek trager, speelt de game trager. Het is heel gek wanneer je hem dan voor het eerst op 60 hertz speelt. Maar zei je toch, Blackbear? Zei je toch? Dit is Star Wars Obi-Wan. En ik heb nog steeds geen idee wat de fuck we moeten doen. Volgens mij was het voor die tijd, als ik het zo bekijk, best wel een mooie game. Een soort sidescrolling, Jedi Power Battles is dat, Ricky. Star Wars Jedi Power Battles voor de PlayStation 1. Oh, ik dacht dat die crashte, joh. Maar het was een traversal stutter. Clear the obstruction that is blocking the Elko transport. Oké, nou, eerst deze kant op, hè? Hartstikke idee. Tafel. Doe je dat op deze manier? Ik heb echt geen idee. Oh god, dat is dus niet hoe we dat doen. Hello there! What's up? What's up? What's up? What's up, Alucard? Alles goed, jongen. Waarschijnlijk moeten we die gasten boven eraf kunnen krijgen, maar hoe doen we dat? Nou, we kunnen hoog springen. Okay. Dit wel. Slaapie! Nee, dit is absoluut niet Cloud Wars. Cloud Wars is een van de beste games ooit gemaakt. Dit is een van de slechtste games ooit gemaakt. Nee, Timesplitters heb ik alleen op GameCube. Timesplitters 2. Wij kunnen nu. Klopt dat? Ze zeggen clear the debris, maar. Zou dit ongelooflijk veel HP hebben? Of. Yeah, I know, Alucard. We spelen dit puur voor Cerezo. Cerezo had deze game nog nooit gezien. Maar het is inderdaad echt een scheidgame. Echt een drollenbakken game. Waarschijnlijk vindt Dennis hem vet. Maar hoe de fuck halen we die shit weg? Je beweegt wel, zag je dat? Dit is boven. Nou, als ik het aan de kant kan duwen, hè? Kan die fucking trein dat toch ook wel? Nu al de ergernis waarom deze game gewoon kut is. Elcor transport to upper sector transfer at council stop. Game audio staat nog steeds hard. Oké, we hadden hem net al een stuk zachter gezet, maar. Maar hoe de fuck halen we dit weg? Oh, wacht even, ik heb deze knop. Nee. Nee. Oeh, we gingen bijna mis. Use the force, Ghost. Use the force. This is the force. Oh, fuck! Hey, we deden nu iets. Maar dan word je niet uitgelegd.
krijg ook liever Force Kush. Zegt je vriendin nooit je game te veel? Nee, want eigenlijk wanneer ik niet stream, game ik niet. We've identified the group that attacked you as the Black Hef. According to the authorities, they are a group of wanted criminals who up to this point have been involved. Ziet er bijna net zo mooi uit als de film zelf. This sudden escalation in their criminal activity. CGI Yoda ook gebruikt. Masters, I felt something behind their attack. Something more complicated. Sinister. Then you must prepare yourself, Obi-Wan. Let us proceed to the trial arena. Ja, wat zegt ze dan? Was het wel met Alucard eens, by the way? Ik wou het je eigenlijk al een half uur geleden zeggen. Maar waarom de fuck heb je dat niet gezegd? Creative man. Doet stiekem wel een beetje pijn dat Koos vriendin heeft. Hoopte altijd dat hij met Jelle zou eindigen. Hey, alles is mogelijk. You did well in escaping the lower sector, Padawan. Practice your skills here in the arena. You still have much to learn. Ik vind Qui-Gon Jinn best wel klinken, hoor. Robert? Dit was Qui-Gon Jinn, hè? Welcome, Obi-Wan klinkt alsof hij verkouden is en een kutkind is, maar voor Qui-Gon vond ik nog best wel... Oh, we zijn nu aan het dominaten, jongen. Dit is Souls-like. Well done, Obi-Wan. Your training is progressing well. En inderdaad, ray tracing. Dat kan Kai niet aan als Koos met Jelle eindigt. Zo'n soort van, als we allebei 40 zijn en nog steeds single arrangement. Ja, precies dat. Hey, we hebben hier een leveltje van gespeeld. Ik vind het wel genoeg. We gaan door naar de volgende game, jongens. Je hebt nu kunnen zien wat het is, toch? Sorry. Ben je tevreden? Laat hij even horen in de chat. Ben je teleurgesteld? Is het alles wat je ervan had gehoopt? Misschien even deze opening kan zien of zo. I'm at the site where they are holding the informant. Holding the informant. I'm Obi-Wan. Yes. Use the force, Luke. Careful, Obi-Wan. If you raise the alarm, they will surely kill our brave friend. Yes, Master. Yes, Master. You can monitor the informant on your comm link. May the force be with you. Deze Qui-Gon was goed, maar inderdaad deze... even snel. Okay, dit ziet er wel mooi uit, toch? Ik bedoel, het is een 2D-achtergrond die de hele tijd herhaald wordt. Kijk maar, dit gebouw staat daar. Staat daar. En waarschijnlijk ook daar. Ja. Maar het ziet... Hey, als je dit checkt op een CRT-tv, dan ziet het er fantastisch uit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. On to the next one. Even kijken. Zullen we die Battlefield eens checken? Die Battlefield 2. Ik heb echt of nee, Unreal Championship, man. Unreal Championship. Tuurlijk. Oké, okay, dan checken we daarna... checken we Battlefield. Maar dit is... dit was best wel een dingetje dat deze op de console ineens kwam. Want Unreal was natuurlijk... Echt een echte PC-game. En eigenlijk nog steeds, toch? En deze kwam toen aan de Xbox. Unreal Championship. Volgens mij is deze op de PC. Is dit Unreal Championship 2004? Weet ik niet helemaal zeker.
Ik zeg niet dat het niet op de, console was. Maar het waren echte PC-games. We hebben ook Quake namelijk gehad op de consoles. Maar ook dat wil je niet spelen op de consoles. Maar deze was volgens mij wel goed te spelen. Ik zeg het dus verkeerd. Deze was goed te spelen voor een PC arena shooter. Ja, het is Battlefield 2 Modern Combat. Die komt hierna. Deze. Battlefield 2 Modern Combat. Ziet er nice uit hoor. Kijk, laat het even zien. De totale oorlog. Jouw stijl. Gekocht bij de Intertoys. Dat zie je meteen. Ja, en het tournament was zeker legendarisch op de PC. Instagib. Absoluut. We hebben die toen nog 2 jaar geleden of 3 jaar geleden ook gedaan op stream met z'n allen, toch? Ach, je bent niet eens oud genoeg om te weten hoe de Bart Smit was, Kaien. Gek die je er bent. Je bent 20. Zeg maar, deze console is ouder dan jij. Mafkees. Even dimmen, hè. Epic Games. Toys R Us was zeker hard bij ons, man. Digital Extremes. Ik kan het allemaal niet doorklikken. Speel je met de Doe controller? Nee, de Doe controller ligt hier. Ik speel met de S controller. Het is gewoon een fijnere controller. Deze game zag er in mijn herinnering echt mooi uit. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik vind hem voor bepaalde games vind ik de Duke fijner. Want hij is wel... Hij ligt lekker in de hand. Maar dan moet je wel echt grote handen hebben. Maar dan werkt hij nog steeds niet voor alle type games. Oké, we gaan denk ik voor deze. Wat een hoop opties, zeg. Zie je dat? They don't fucking play around. Check them. Het is een soort van Sam Lake. We hadden over games. Eén van de collega's vond dat hun echte gamejournalist waren. Ik dacht dat de echte gamejournalist zo'n dingen uit werd beld met de passie op zonder cijfers aan te geven. Oh nee, dat hoeft niet per se hoor. Dan zijn we het er zelf wel. Moet je niet zo druk maken om wat anderen te vinden hier. Jinsu. Ja, prima. Heet Jinsu. Kijk, ik kon nog even live spelen. Settings. Miscellaneous. No gore off. Tuurlijk, no gore off. Other aim. Fuck yeah. Auto-taunt. Laten we dat maar aanzetten. Dan gaan we start een nieuwe game. Ons team heet Team. Jezus, wat een gezeik. Damaris. Widowmaker. Corrosion. Scarab. Ass. Ass? Zei hij dat nou? Kun je hier al teabaggen? Vast wel. Death Row? Nee, nooit gespeeld. Het Sinterklaasboek van de Intertoys, dat was echt genieten. Ja, yeah, we know what Team Deathmatch is. Draait niet helemaal soepeltjes. Oh. Hoe switchen we wapens? Dit loopt niet echt soepel, jongens. Hoe de fuck zijn de tegenstanders?
Heel, hoor heel af en toe wel iets. Oh. Oh. Hele smalle FOV, jongens. Wel echt een hele smalle FOV. Kom dan, lafaard. Ja toch, ja toch. Doe me niet moeilijk over. Ja, je hebt nog steeds een alternate fire. Die is er nog. Ha. King Kong ain't got shit on me. Buy followers and viewers. Buy it for mij, Ann. Dankjewel. We hebben het nu onder de controle, hè? Waarom spawnt deze fucker de hele tijd met een rocket launcher? Terrorisme. Ik moet zeggen, jongens, ik heb een zwak voor deze muziek. Ik slaap misschien nergens op, maar ik heb hier een zwak voor. Ja toch! Ja, Xbox Connected Game Spy, vet was dat, hè? Dat was echt super, super. Kun je gewoon Halo 1 over het internet spelen? Door een soort van LAN-mode te forceren. Met hoeveel kills gaan we? 10? Alleen wel health packs nodig. Dat is er eentje. Dat scheelde niet veel. Dus die minigun proberen.
We hebben wel health nodig. Kijk, die respawns gelijk weer. Mooi, die ook. Maar de game draait niet soepeltjes, jongens. Ja, echt veel slowdown. Maar dat kunnen jullie ook wel zien, denk ik. Dit is geen succes. Dit is geen succes. Ik loop alleen maar rondjes. Een classic. Als hij niet bij 10 stopt, dan ga ik bij 10 bij de Battlefield 2 erin stoppen hoor. Beam! Nee, ik kom niet door de stream, de slowdown. De slowdown zit gewoon in de game. De game is te zwaar voor de Xbox console. Dus waar continue saving game, Unreal Championship. Kort, maar krachtig. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En dan gaan we gelijk weer door naar het volgende. Soldier Fortune, dat was ook een classic. Dat was ook een classic. Maar je kan dus ook Capture the Flag spelen, zag je dat? Ik heb dat toen destijds. Ik speelde Soldier of Fortune op de PC. Ze hebben een RAM upgrade moeten doen. Ik zou willen dat ik nog weet hoeveel RAM dat was toen die tijd. Maar ik moest een RAM upgrade doen. Battlefield 2. En wat ik al zei, degene die mij kan matsen met de PlayStation 3 controller voor een goede prijs, die krijgen ook iets van mij. Krijg jij van mij 2 maanden Xbox Live. Ja? Play online, anyone, anytime. Hartstikke idee. Komt-ie. En Battlefield 2, de disc. Ik kan me niet zoveel meer herinneren van deze game. Welke studio heeft deze ontwikkeld? Is dat DICE gewoon? Ja, DICE. Het is wel DICE. Ja, maar dit was toch een hele andere Battlefield dan dat je speelde op de PC? Verzin ik dat nu te plekken? Maar dat dacht ik. Oh, ik ben helemaal vergeten de stream te linken op Twitch, jongens. Stream is ook te bekijken in 4K, for what it's worth. Het is natuurlijk geen 4K games, maar je hebt een veel hoger bitrate. Hier, alstublieft. Als iemand die... Ja, kut, moet ik hem even refreshen voordat ik hem kan pinnen. Dat is zo weird. Ik kan er niet meer op begin pinnen. Maar hier is de stream in 4K te kijken. Ik denk vooral bij deze cams, als we boekjes openmaken en shit, is dat wel handig. Battlefield 1942 was sowieso de eerste. Deze komt uit. Moet 30 fps. Klinkt in ieder geval heel spannend. Ik heb deze game zeker niet veel gespeeld, dus ik kan er vrij weinig over vertellen. Ja, we hebben Battlefield 1942, we hebben Battlefield 2142, we hebben Battlefield 2042, we hebben ook Battlefield 1943. We hebben Battlefield Vietnam, dat vond ik echt geweldig. Een exploit op PC, ja? Nou, dit kunnen we uiteraard niet doen, dus dan moeten we de campaign doen. Create campaign. Campaign heet
cliff. Daarvoor. Logisch toch? Ik heb helaas geen echte PlayStation 3 controllers. Ja, dat is het ding. Ik heb mijn PlayStation 3 controller een keertje uitgeleend aan iemand. Nooit meer fucking teruggekregen. Rotzakken. Ik had zo'n witte PlayStation 3 controller. Ik wou zeggen draadloos, maar die zijn allemaal draadloos. Heel de dienst stream zitten kijken. Vond hij dat niet leuk? Maar heeft hij wel eens een stream gezien dan? Oh, we hebben nog anderhalf uur voordat Ajax begint. Tijd zat. We hoeven niet te haasten. Laadtijden, dat zijn wel een ding trouwens, jongens. Dat zul je al helemaal merken bij Halo 2. Neocon. Kazakhstan crisis escalates. Conway reporting live. A number of ex-Russian satellites have rebelled. And the most crucial, Kazakhstan, is the centerpiece of a fast-moving confrontation. On the one hand, the Republic offers huge amounts of oil and gas reserves to the West. This morning, Chinese troops push over the eastern border around the city of Lepsi to protect their cultural interests. Now with the whole area on the brink of disaster, we can only watch and hope this situation does not escalate further. Okay, een metal zonder shock maakt me niet zoveel uit. Als het maar een originele is van Sony zelf. Welcome to Kazakhstan, gents. I'm Lieutenant Colonel Bob Scott, NATO Task Force Commander in this area of Central Asia. Now we've got a fluid situation running. Our immediate concern is the territory around the city of Almaty in the southeast sector of the country. That area forms the border with China and it's the primary access route for Chinese incursion. It's obvious that the Chinese troops are hostile. What we don't know is what they're up to in the future. Are they just visiting? Did they come to stay? Political negotiations are underway right now. Meanwhile, we will act as the NATO stabilization. We don't know much yet about other armed groups operating in the area, so you will assume all encounters are hostile while we develop further intelligence. Ja toch, Smash. Ja toch. Die DualShock kwam pas later naar de PlayStation 3, omdat de PlayStation niet voor een patent wilde betalen. Het waren de eerste controllers van de PlayStation 3 zonder trillfunctie. Later hebben ze dat wel gedaan. Zullen we hier naar... Precies, Smash Rocket, zeg het ze, hè. En zullen we hier naar Pro Evolution Soccer 5 even erin gooien? Neutralize all hostiles, Ice Club Football en Forza Motorsport. Daarna hebben we nog wel tijd voor iets anders hoor, denk ik. Ja, dat was heel zwak. Was dat Mad Boys? Dat was echt heel zwak. Private Splitsaw. Nou, kijk aan. Art of Fire Weapon. Wauw, witte punch to reload. Dat is heel raar. Follow the arrow on your attack map to the objective. The wall will point you to where you need to go. Target at 11 low. Tactical column. Weapons on board. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe slecht Ice Club voetbal is, man. Daarom gaan we het even checken. Hot swap. Press Y to change the highlighted troop. Different troop types have different icons. Move out, heads up and swiveling.
targets and three low. Look at the tech. We got troops, weapons, and ammo. Where do you want us? Tactical cover. Weapons out. You can move as soon as we're in position. Hold tight. Incoming is heavy, small arms! Skirmishers out. Go. What a weird game is this, man. We're getting hit hard! Direct front to front flanks! What a weird game. Een tank hebben of iets. Ik heb nog niks beginnen met de fucking. Nee, ik wil het zeggen. Je moet engineer worden, hè? Ja, en dan kan je ze slopen. Oh shit! What? Dit zijn assault puppies. What the fuck? Wat is dit voor iets weirds? We're moving scouts out. Target is one low. Wat een rare shit. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, misschien Command & Conquer Renegade? Of was je daar ook maar één? Main character. Let's roll. Move into contact. They come in this heavy fall off. We're pinned down out here. Wat een chaos. Oh shit. Helikopter. Ah, ik heb nu een perfect moment om te schieten. Oké, we zijn bijna. Oké. Daarom. Balance of Power Blue shows alive. What are we doing? Targets visible throughout the sector. Medic up! Units in trouble. We cannot move. 50 cal ready to run. Warp is so weird, man. Head down out here. FAC, we have multiple targets for you. Target at 11 low. Incoming's got us pinned down. Our juices ready to roll. Everywhere! Open up! Too hot to move out here. Contact bears 270. Let's fire with the other visual. Well done, soldier. We won the battle. Now comes the war. Now comes the war. In Renegade was je maar één character, maar was Renegade vet? Ik kan me niet meer zo goed herinneren, man. Was Renegade nou vet of niet? Ja, 6 sterren earned.
Die steek in mijn zak hoor. Hey, what's up Mando? Zijn hier Xbox One eigenaren die de disc tray niet meer open krijgen? Ja! Daar heb ik last van. Maar bedoel je de Xbox One of bedoel je echt de allereerste Xbox zoals deze? Bij mij gaat de disc tray niet meer open bij de allereerste Xbox. Renegade was vooral heel traag. Multiplayer was wel top. Ik kan me echt niet meer herinneren, man. We gaan gewoon de volgende game spelen. Wat zei ik nou? Ik zei Pro Evolution Soccer, hè? Ik zei Pro Evolution Soccer. The original, ja. Nee, dat heb ik ook, man. Daarom heb ik nu een tweede originele Xbox. Want bij mij gaat die ook niet open. Het schijnt makkelijk te fixen te zijn. Het schijnt een elastiekje aan de onderkant te zijn bij de disc tray die niet helemaal lekker meer is. En dat schijn je met een beetje priegelwerk weer goed te kunnen krijgen. En dan gaat hij gewoon weer open. Ja, maar modder doen we niet. Ik wil originele, authentieke harde. Ik pak ook gelijk even de volgende. Oké. Het is logisch dat ik Ajax kies als eerste team. Wat gaat het tweede team worden waar we tegen voetballen? Dit is Pro Evolution Soccer 5. We speelden The GOAT. Thierry Henry speelde nog, jongens. Staat hier op de cover tegenover John Terry. Een tijdperk waarin Chelsea echt heel dominant was. The Beautiful Game? Nee, The Beautiful Guide. De klassieker, ja natuurlijk, die zit eraan te komen. Je kon een strategy guide kopen voor Pro Evolution Soccer 5, jongens. Mocht je het willen. Ja, ik moet zeggen, PES is tegenwoordig ook wel weer leuk om te spelen. Alleen ja, de driekwart van de modi zit er niet in. Een postertje die je boven je bed kan hangen, hè? Dit toch? Von Mistelraam, ja, lijp het toch. NBA Street Volume 2. Gruwelijk. Die heb ik alleen op de GameCube. Maar dat is echt een geweldig game inderdaad, ja. NBA Street Volume 2. Echt verliefd geworden daarop. En daarna dus deze, jongens. Maar dat is voor straks. Welke heb ik laatst ook met Donnie gedaan? De Pro Evolution Soccer 5? Ja, dit is de enige Pro Evolution Soccer die ik heb op Xbox. Ik heb de rest allemaal op PlayStation 2. Konami. Toen Forza nog goed was. Ja, precies dat, ja. Ik zou huilen eigenlijk. Eigenlijk willen huilen. Even het filmpje kijken, ja toch? Ja, heel tof Q, laat maar even weten. Ja, ik kan het misschien proberen als die af is, Ricky. Maar ja, voor de rest is het een beetje drama. Misschien is het wel een van de mindere Pro Evolution Soccer intro video's. Pro Evolution Soccer 5. De klassieker dan, hè? Pro Evolution Soccer 5. Plung. Kon dus inderdaad option files kon je downloaden en erop zetten. Die was er bij de Xbox een stuk lastiger als bij PlayStation 2, maar die shit was best wel nice, man. Kon je echt
Kon je op console, ja, op console kon je gewoon echte shirtjes ook regelen. Zelfs in deze, hè? Heb je dit voetbal ook gespeeld? Jazeker. Jazeker. Groter dan dit kan ik je niet maken, helaas. Kijk, ja. Oké, dat is prima. Exhibition. Eredivisie, hier staat hij. Ajax tegen Feyenoord. Moeten wij een uitshirt voetballen, dat haat ik. We zien wel hoe het er aan toe gaat. Let's go. Change players. Nou, hier komt hij hoor. Babel staat dus in de spits. Daniel de Ridder, Tom de Mul, Noorden Bukari, Mitea zeker. Zit op links buiten. Rosenberg, Marcus Rosenberg. Gary Steas. Moet eigenlijk naar Feyenoord, hè? Kenneth Vermeer. Vermalen, Emanuelson. Nou, Vermalen zit er zeker in. Vermalen Heidegger achterin. Emanuelson hier, zeker weten. Dus ik denk nog wel op de bank. Manu Sarian was een heel groot talent. Gouden, oh my god, we hebben echt goede spelers hier, man. Nigel de Jong hebben we ook nog. Ja, dan even kijken, Nigel de Jong. Maduro, jeetje. Wat een team. Belsi. Ja, sorry jongens, ik ga Max wel op de bank laten ten faveure van Emanuelsson, maar die komt er straks nog wel in. De Jong, Pina Snijder. Prima. Rosales, Mitea, Babel. En wie zat in de goal dan? Bogdan Lobonto. Vonk. Hans Vonk! Oh shit. Weet je wat? Zet Babel links buiten. Zet ik Marcus Rosenberg in de spits. Nee, zet ik Gary Steas in de spits. Oh. Kijk dan Feyenoord, Nicky Hofs, Alfred Schreuder. Is dat Alfred Schreuder? Serginho Green, Fernand Snoil. Wat lijp, Romeo Kasteren, Kalou. Hoe heet hij ook weer van de Forne Salomon Kalou? Dirk Kuyt, pardon. Wat geweldig dit zijn. Echt geweldig. Oh shit, we hebben de arena niet geselecteerd. Dat is wel jammer. De gezichten leken gewoon, hè. Kijk, Pina. Nigel de Jong ook. Ze lijken niet allemaal, hoor, maar... Good afternoon, I'm Peter Brackley, and sharing his insight with us all is Trevor Brooking. Trevor. Hello, Peter. Good afternoon to everyone watching. Let's get Snyder. Started, I say. Voorin is wel ons zwakste plek, hoor.
Dude, ik heb mijn allereerste Ajax shirt die ik bedrukt had, was met Pina. Helaas is de bedrukking compleet losgelaten. Ja, gaat goed. Ik vind het goed. Saidi. No way through. Vermeulen. That's a tough challenge. Babel. Can it stay? Babel. A fabulous ball through the middle. This is looking dangerous. Ooh. No, he didn't hit that one well enough. Not a bad effort though. Viking Tom! Dankjewel, dankjewel voor je 3 maanden, man. Appreciate the support. Wat er hier gebeurt, gaat dus ook de uitslag worden van aanstaande zondag, hè? Dat begrijp je. Ja, geel-blauw-shirt, die heb ik ook nog. Die ik van Pina heb, die is van... ja, dat donkergroene shirt. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Beetje zoals de Champions League shirt destijds. Of was een superb interception. Niet de blauwe? He's used his body well there. Either side afraid to get stuck in. The ball crossed the line. The tight defense has managed to contain the attack. Dat was een beetje gevaarlijk. Pina. En de bal is in de play. There's no quarter being given or asked. Saidi. Babel. A good ball in might give us the opening goal. He crosses it in. Voorzet naar de kleinste man op het veld. Hardo. Ik weet nog, volgens mij moest je hier echt met snelle vleugelspelers spelen. Die naar binnen laten kappen en dan schieten. Dat kan, zoiets kan ik me nog vaak herinneren. Schreuder. Snuil. That will be a throw-in. Die kan zitten wel in, hoor. Dat Kaloe op je eye shit. Wat? Gibbs. Why? Tweet. They're breaking out quickly here. Mauro Rosales. Emmanuelson. Ah. They've regained possession. Zo goed, Hofs. The tight defense has managed to contain the attack. Green. There's space on the right. Oh. Well, it was won back by some tight defending, but what now? Babel. It's moeilijk, man. Well done. Jeetje. The half hour mark. Hoe heb ik dit ooit gedaan? Got the ball again. Well cleared, a crucial interception. Chance for a good cross here. Here comes the cross. Oi, oi, oi. Come on, pack myself. Snuil. Great chance for the counter. Ball has crossed the line and it's a throw. Waar is hij eigenlijk uitje voor Maglas? Ja, Maglas, jongen. Dat was de topaankoop. 30 doelpunten bij Vitesse gescoord of zo. Volgens mij kwam die bij Ajax niet verder dan 15, maar. Determined not to give it away. There's space on the wing. Uh-oh. Decent cross there. It's a save. Oh, ik denk hij loopt hem erin, joh. The defender was quick to react and close at the safety. So it's a corner.
Het is in ieder geval net zo dramatisch als het echte Ajax. A good delivery needed here. Either side seems capable of taking control. Now it's a great chance for a counter-attack. And passes the ball back. 5 minutes to the end of the first half. Picked up penalty. Pardo. Searching for a target in the middle. Can he get a decent cross in? Wat gebeurt er nou? Ik hoor het goed. Pina. Gibbs. Schreuder. Maar is dit nou Alfred Schreuder, jongens? Weet iemand dat? Green. He's in space down the right. He goes for the header. And the referee calls time at the end of the first 45 minutes. TDK. What's your analysis of the game, Trevor? It's quite tight, Peter. I think if they can just retain possession for longer, then they really stand a chance of winning this one. So it's 0-0. Let's hope for a goal or two in the second half. Fijn, dat heeft het goed dicht hoor. Achterin. Gaan we een andere formation proberen. We moeten twee spitsen spelen. Zo. Even ietsjes uitwijken. Dan in de 16 blijven. Ik doe maar wat, hè. Hopelijk levert het wat op. Even kijken, dan halen we Garisteus eruit. Dat wordt de Rosenberg. Maxwell voor Emanuelsson. Sorry, Emanuelsson. Maduro voor De Jong. Gaan we nog meer mensen erin zetten. Anthony Obadiah. Rigera voor Vermaelen. Oh, kan niet meer. Ik kan maar drie keer wisselen natuurlijk. Dit zijn nou de streamers waar ik op zoek ben. Pest West 5 Blast van de Pest. Ja toch. Is dit ook de echte MC Bernhard? Dan is deze retro stream helemaal compleet. Rosenberg. Was predictable. Als ik heel even mijn e-mailadres zou verklappen. In deze tijd. Dat is mcbrainiac@hotmail.com. Rex free down the left. En ik was geen MC. Absoluut niet. It's a big opportunity with a corner. Ja, hier begon Alex Kroes zijn eerste aandelen te kopen. Ja, absoluut. Oh, wat een shit zo, hè. Ongelooflijk. Ja! Oh, kom op! Het was toen ook vroeger zo'n vette serie. Weggepest, heet het. Met allemaal voetballers. He's looking for the target. Sturdy defense here. Hij is niet zo heel veel ouder dan ik, toch? Die Alex Kroes. The marking's been tight and so far it's working. Ja, ik kom de bal nergens kwijt, jongens. Lovely control with the chest. Maduro. Ik heb het op aanvallend gezet nu, de tactiek.
Ik dacht dat we moeten echt iets gaan creëren. Dat is namelijk het ding. We creëren echt helemaal niks. En als Rosenberg naar die bal had gelopen, dan had het allemaal heel anders afgelopen. Takes the shot. The attackers had followed up and threatened the keeper. God damn it, Leroy. Anyway, they have a corner. Oh, 50. Oh, nee. Er zit er nog wel een aardig verschilletje in. Ik dacht dat hij 44 was of zo. It's sailing across the face of goal. Now it's a goal kick. Nerd, waarom komt hij niet? They brought on a sub, Trevor. Yes, and I think it's come at just the right time. Lazovic. Gibbs. Pardo. Searching for a target in the middle. Chance to cross. Mauro Rosales. Maduro. Ah! Ik wil hem steken. De bal, dat is. He's looking for the target. It's a corner. Good chance. Kijk, even naar het chat, dat was het probleem. It's a corner to the near post. He almost made it, but the keeper made a fine save. Je weet dat het daar precies voor staat, daar Breepauwen. Nu loop je hem in de zaak te nemen, vriend. Nu loop je hem in de zaak te nemen. Pina. Maduro. Too obvious. Approaching the last 15 minutes of the game. Nee. Some effective defensive play won it back there, but now they've got to be careful. Clear. Het gaat niet best, jongens. Het scoren is nog moeilijker dan ik dacht. Gibbs. We hebben echt een halve kans ook gekregen. En die ging er bijna in. The referee has blown his whistle. Shut the fuck up, Ricky. Shut the fuck up. They are going at it, hammer and tongs, into the arms of the keeper. Trabelsi. Pina. Mauro Rosales. Here's a chance to whip it in. And it's still not properly cleared. Pardo. Die verdediging van Feyenoord is zo solide, jongen. He set up nicely for the cross here. Determined not to give it away. It's been a great game. Ja, van de meiden hier al weg. So ja. It's to the near post. Danger averted. The corner is picked out of the air by the goalkeeper. Nee, nu loop ik te kutten. They are under pressure here. It's gone to the near post. Maybe a loss of composure there. He sent it wide. Accurate ball from the corner kick set that up well. Maybe he needs to work on his volley technique a bit. Mauro Rosales. Maduro. Jezus. Wordt zo makkelijk van de bal afgezet. En iedere keer als wij een bal proberen te onderscheppen, dan kaatst hij van de voet af. Zoals je ziet. Hits one. What a fantastic finish. This is a vital goal at a crucial time. In the final few minutes. Een 18-jarige Babel, jongens. Ik heb trouwens precies dit shirt van Babel. Nummer 11. En het shirt van dit jaar. Ik denk alleen dat die ook naar de kloot is. There was nothing the keeper could have done about it. Even if it hadn't hit the bar. Kijk hem. Onderkant lat.
They've opened the scoring. How do you see the game progressing from here, Trevor? Well, from the fans' point of view, the goal's great news. Their opponents can no longer sit back content with the 0-0. Wel op een hele Duitse manier, hoor. Zo vlak voor tijd. They're in a good position down the left. Possession given away. Koppen, koppen. Winnen. And yes! The referee blows the final whistle. They've scraped a 1-0. Nou, je weet het, hè? Allemaal totootjes zitten deze zondag. What for you was it de meeste voorspeller. Well, I think their determination gave them what they zegt 1-0. Nou, en ik denk dat de kwartering dit weekend heel hoog is. Trevor Brooking. Thanks, Peter. It was a great game. And we'll see you next time. Goodbye. Dit was iets realistischer. ja, met PES 6 en Adriano. Kerel, je kon vanaf de middellijn scoren, man. Ik heb ook zulke lijpe goals gescoord met Rooney en al die gasten. Oh. Ja, dit was wel weer even genieten, jongens. PES gespeeld. Ryan Babel nog ergens transfervrij op te halen? Vast wel. Oh, dit was wel weer even genieten, jongens. Even kijken, individual game records. Pinar, man of the match. Ja, akkoord. Heel lijp. Dan door naar de volgende. Bam, bam, bam. Badadam. Ik wil het boekje niet buigen. Wat zei ik? Forza Motorsport, hè? Ja, Forza Motorsport en daarna Ajax Club Voetbal. Wat een krankzinnige gamer trouwens. Forza Motorsport. Kijken, wat zit er hier allemaal bij hem? Easy connection to your Xbox plus the best of the internet in one place. £26. Mocht je dat willen. Verder geen Xbox Live Trial of iets. Boekje. Dit kunnen alleen de mensen in 4K zien. Nee, ook niet hoor. Het uitgelegd wat de speedometer is en shit. Customized paint. Hoe je de bochten moet nemen. Sick toch? En Geronimo, dankjewel voor die 1 euro donatie, jongens. Oh. Ja, laat ik ook de disc erin doen. Dat is op zich wel makkelijk, hè. Dan gaan we, als het erin zit, op Suzuka racen. Want hey, dit weekend racen we op Suzuka voor Formule 1. Maar zit die er niet in, dan denk ik Silverstone. Want die zat niet in Gran Turismo toen. Niet op dat moment. Roberto Carlos ook een hele gekke vrije trap inderdaad, ja zeker. Dat was echt mooi, man. Ja, het leven lag je toe, Brain Power. Het leven lag je toe. Dat zie je gelijk maar weer. Had deze nou een vet intro-filmpje? Wat grappig is, ik hoor die disk drive tekeer gaan, jongen, met het laden van dit. Waarom de fuck is er geen geluid bij? Moeten we dat nog patchen? Ja, jij bedoelt in het echt, Rocky. En daar komt de donatie binnen van Geronimo. Deze man heeft zijn hele spaarpot al kapot geslagen. Thanks, my dude. Oké, we gaan gewoon spelen. Forza Motorsport.
Ja, dit zijn allemaal dingen die zijn niet van mij. Nieuw profile. En dan uiteraard zijn we de Sarcastic Bandit. Sarcastic. Lekker generieke muziek. Slechte type ervaring, dat durf ik wel alvast te zeggen. Het had makkelijker gemoeten. Oh, dat kan niet eens. Jesus. Even kijken bij options natuurlijk. De UI. Dat is prima. Dat is ook prima. Metric, uiteraard Metric. Arcade Race. Tsukuba Circuit. Deze hebben we laatst ook nog gedaan in Gran Turismo. De rest is allemaal locked. Bastards. Kijk hoeveel er zijn. Nürburgring. Allerlei verschillende variaties. Road America. New York. Gewoon in New York. De game te crashen. Echt waar. Oh, hij doet het weer. Dat was de crash. Nou, laten we snel naar Silverstone gaan dan. Wat kunnen we allemaal in de R2S? Red, white en blue. Audi. Audi is op zich wel nice. Opel. Ik ga voor een Japan, hè. MSX is... MSX is zeker eentje die wil even... Ja, Supra. Het gaat de Supra worden, denk ik, man. Nee, sorry. Het gaat deze worden. Welke fucking anders? What's up, man? Goedenavond. Wat moet de volgende retro stream gaan worden? Als we het voor elkaar krijgen om PlayStation 3 te streamen, dan wil ik dat wel een keer gaan proberen. Lijkt wel een mobile game, joh. Hebben jullie niet dat gevoel erbij? Nou, we hebben geen cockpit in ieder geval. Voor mijn gevoel zag deze game vroeger echt fantastisch uit. Ja, toch? We gaan zo Maple Valley proberen. We gaan zo Maple Valley proberen. Classic staple uit de bibliotheek van Forza Motorsport. De lange, rijke geschiedenis. Ik vind de auto zelf op zich er nog wel mooi uitzien.
ook hoe het licht erop valt en de reflecties. Lijkt zo klein. Nou, voor Persie ook, ja. Ik heb wel een zwak voor Persie als speler, namelijk. Ik vond het zo'n sierlijke spits. Ja, niks kan op tegen Katerisma op die place natuurlijk, maar... Nissan Skyline, prachtige auto. Bijna zelfs een beetje cel-shaded af en toe. Dan gaan we eruit, exit. Oké. Okay. Ja, het sound werden ze nog omgeroemd wel, dus dat vind ik op zich wel opvallend. Ja, wat kunnen we hier kiezen voor auto's? Ja, dit zijn ook de sicke auto's hoor. Ferrari, Enzo Ferrari. Ik ben alleen niet zo fan van de Enzo Ferrari, maar let's fucking go. Jongens, doe eens lief. Hier zit de brainpower in de zaak te nemen. Ja, nu lijkt het meer op een stofzuiger qua geluid. Maple Valley, komt ie. De weg is veel breder bij de nieuwe games van mijn gevoel. Is dit al wat mooier, Madboy? Komt dit al wat dichterbij hoe je dacht dat de game eruit zag? Dirty, just the way I like it. Nee! Oké, dit is wel vet. We hebben gewoon damage, uiteraard. Maar ook de verf bleef op de muur zitten. Ja, ik werd er letterlijk ingeflikkerd door die andere auto. Mijn naam is Brainpower, dankjewel voor die follow. Doe hem nog een keer, want dit staat een beetje te leuk. Hierna is clubvoetbal, Ajax. Daar kan je volgens mij niet de hele Eredivisie kiezen, alleen de clubs waarmee die developer gelieerd is. Er waren over het algemeen alleen de grote clubs zoals AC Milan, Barcelona. En Ajax natuurlijk, hè? Toen stelde Ajax nog wat voor. Al
was het wel het begin van het einde. Dichtbij. Hier ging het al niet mis. In deze laatste bocht is in die latere games zoveel anders. Dit keer hebben we hem gewonnen. Yo, later. Laat de brainpower de rust gaan. Dus laat het klinken alsof het heel lang geleden is dat Ajax het voorstelde. Ja. Echt, die uitschieter van 2018-2019 is precies dat. Een uitschieter. Is dit nou een gare cover van Iron Man? Van Black Sabbath. Het is gewoon een neppe versie van Iron Man, joh. Clubvoetbal Ajax, jongens. Jullie hebben er langer moeten wachten. Maar hey, geduld uit wordt beloond. Waar de fuck staat hij? Ook afgevallen. Even kijken. Het is van Codemasters. Even voor de duidelijkheid. Guide. Codemasters. Ja, ja. The one and only. Even kijken. A is pasen. B is hoge paas. Oh, het is gewoon letterlijk de pass control zijn het. Het zijn letterlijk de pass control. Oké, dat is mooi. Your Brothers in Arms ook. Nee, op PlayStation 2 heb ik die. Niet op Xbox. Ja, dit stelt verder niet zoveel voor. Oké, fuck it. We gaan kijken. Alle spelers zijn volgens mij een soort van gescand. In ieder geval een gezicht lijkt. En ook de Amsterdam Arena zit erin. Dat was volgens mij niet de eerste keer dat de Arena in de game zat hoor. Maar... Oh, hij doet wel heel lang met laden. Nou, misschien kunnen we hem schoonmaken. Alweer een tijdje geleden, hè? Maar hey, we hebben Project Gotham ook aan de praten gekregen. Eigenlijk moet je dat even met een microfiber doekje doen, maar dat heb ik hier niet zo liggen. Even overheen pissen, ja, dat gaan we bij de volgende stap proberen. Ik hoop dat hij het doet, jongens. Ik hoop dat hij het doet. Ik ben er bang voor. Ik ben er bang voor. Ja, tandpasta, inderdaad. Daarmee kan je een beetje je cd polijsten. Deze gaat het niet doen. Helaas. Misschien maar beter ook, maar... Ik had deze nog wel één keertje willen spelen. Helaas. Is
het al tijd voor Halo 2? Is het tijd voor Halo 2, hè? Ik denk het wel. Ja, het disc is gewoon kapot. Mag de print niet drukken. Dan start ik deze alvast op. Halo DOS. En jezus, wat was dit in game. Dit was mind-blowing. De stap die vooruit werd gezet qua graphics. Maar ook qua cinematic storytelling. Dual wielding. Ja, dit had alles, man. Dit had alles. Echt genieten. Ik stop deze disc heel even erin. En dan ga ik even wat drinken pakken. En ben ik zo bij jullie terug. Momentje. Ik heb die PC-poort, Madboy. Ik heb die hier liggen in de doos. Volgens mij zelfs nog in seal. Want die PC-poort van Halo was een Vista-only game. Windows Vista exclusief. En de Halo TV-serie heeft nu dit nummer gebruikt. Voor hun intro. Wacht even. Misschien moeten we dat hier even doen in het hoofdmenu. Ik heb hem aangesloten op het internet. Want de servers zijn weer... die leven weer van Halo. Waarschijnlijk zou ik echt mijn ass gekikt krijgen. Nieuw account. Welcome to the future of gaming. You are about to subscribe to Xbox Live. Xbox Live uses security technology to help safeguard your information. If you have an Xbox Live subscription code and a high-speed internet service, please continue. Otherwise, xbox.com/connect. Connect to Xbox Live. Do you want to troubleshoot your network? Hoe kan je deze online spelen dan? Hebben ze iets gedaan gewoon in de game dat je het dat je gewoon kan spelen? Want de servers zijn weer live. Kom. Game start op. Ik weet dat de servers live zijn. Dat is het enige wat ik weet, Madboy. Van de original Halo 2. Waarom doe je niet een watch party met Ajax? Je kan Ajax niet streamen, dat mag niet. Dat is illegaal. Nee, dat mag niet. Uiteraard niet. Don't sign in. Wat zegt hij hier dan? Nou. Geen idee hoe dit werkt. Wat bedoel je bij watch along? We beginnen gewoon hier. Dat moet je ook niet doen, Ricky. Dat moet je ook niet doen.
Check even hoe lang deze... laadtijden zijn. Dat mag wel, ja, dat mag zeker. Dat is geen probleem. Ja, maar ik ga niet zitten reacten. Ik ga lekker op de bank zitten. Voetjes omhoog. En een verkeertje niet live zijn. Dat is zeker waar, Sido. Dat is zeker waar. Oké, dat gaat dus niet gebeuren in deze stream, Mad Boy. Ja, en Formule 1 is te volgen via SBS 9, toch? Ik begreep wel, de race is niet live, dus die kan je een paar uur later zien. Shade is aan het compilen. Ja, vanavond gaan we trouwens ook nog Halo Infinite doen, hè? Na Ajax, dus een uurtje ongeveer. Zorg dat je hem geïnstalleerd hebt en dat de shaders compiled zijn. Well, I guess it was all obsolete anyway. Your new suit's a Mark 6, just came up from Songnam this morning. Try and take it easy until you get used to the upgrades. Yes. Okay, let's test your targeting. Halo. First thing. Please look at the top light. Good. Now look at the bottom light. All right. Look at the top light again. That's it. Now the bottom one. Okay. Everything checks out. Stand by. I'm gonna offline the inhibitors. Move around a little. Get a feel for it. When you're ready, come meet me by the zapper. Ik zal op de 3070 zal ik gaan warzonen voor je. Doen we een warzone stream. Warzone. Pay attention, because I'm only going over this once. This station will test your recharging energy shields. Your new armor shields are extremely resilient, very efficient. Ja, dat is al vanaf deze week, ja zeker. As you can see, they recharge a lot faster. Het is redelijk snel bekokstoof. If your shields go down, find some cover. Wait for the meter to read fully charged. That, or he can hide behind me. You done with my boy here, Master Guns? I don't see any training wheels. His armor's working fine, Johnson. You're free to go, son. Just remember, take ja, things 16 slow. Ja, 16 naar de race. Maar dit is in dit geval misschien niet helemaal kut, omdat de race natuurlijk weer wat vroeger is. So, Johnson. When you gonna tell me how you made it back home in one piece? Sorry, Guns. It's classified. My ass! Well, you can forget about those adjustments to your A2 scope. Well, nou, ik kijk het ook gewoon live hier even in tv, hoor. Maybe Lord Hood didn't give him an invitation. Dit lijkt op die trein uit Half-Life. Earth. Haven't seen it in years. En hier ga je straks zitten knokken. When I shipped out for Basic, the orbital defense grid was all theory and politics. Now look. Ja, zit er. Oh, absoluut. Kun je die ook met z'n vieren doen? Of alleen maar met z'n tweeën? Coordinated fire from the Athens and the Malta. Nothing's getting past this battle cluster in one piece. Ik begrijp het. Het leven is zeker duur zat. Nobody's saying much, but I'll bet something big's about to happen. Cutscene. En bij de Master Chief Collection heb je echt geweldige CGI voor deze cutscene. En hier is het in-game. Folks need heroes, Chief. Give them hope. So smile. What's up? Well, we still got something to smile about.
Heb je de games ook uitgespeeld, Kai? Ik heb alleen de eerste helft van het seizoen gezien. Ik moet nog beginnen aan de tweede helft van het seizoen. Are you sure? De graphics van dit waren echt fenomenaal. Echt fenomenaal. Ja, daar hadden we net over, Sido. Die Vista exclusive shit. Oh, Halo 2 heeft ook echt een aantal epische momenten, hoor. Go ahead, Cortana. Ja, je kan het op Steam Deck spelen, hè? Gewoon 90 FPS alles. We have to make this quick. You look nice. Thank you. Sergeant Major, the Colonial Cross is awarded for acts of singular daring and devotion for a soldier of the United Earth Space Corps. There can be no greater ja, heresy. Ik kom nu op SBS Nova. Toen de tijdse race vond ik Halo 2 vooral door dit soort dingen. Qua cinematics zit het zo'n gigantische stap vooruit ten opzichte van Halo 1 en die Scarab en shit. His bravery in the face maar of the nu, reflects great credit toch 23 jaar later, bekijk je de trilogie. Ja, dan was... Ze hebben allemaal wat bijzonders vets gedaan. 3 is absoluut de beste. 1 was baanbrekend voor die tijd, maar dit was ook baanbrekend voor die tijd. Ja, goed luisteren naar wat Polish zegt, hè. Hoe is die Polish? Slipspace ruptures directly off our battle cluster. Show me. 15 Covenant Capital ships holding position just outside the kill zone. This is Fleet Admiral Harper. We are engaging the enemy. Negative, Admiral. Form a defensive perimeter around the cluster. Was dit niet Ron, yes, hoe heet die acteur? You have the mech gun, Cortana. As soon as they come in range, open up. Gruwelijke acteur. Ik ben even zijn naam kwijt. Heeft ook Hellboy gespeeld. The fleet that destroyed Reach was 50 times this size. Sir, additional Perlman. Boarding craft and lots of them. They're going to try to take our mech guns offline. Give their capital ships a straight shot at Earth. Master Chief, defend this station. Yes, yo, laat ons, Fliffy. Er is gaan, man. Right this way. I need a weapon. Alert. Order inbound. Ja, daar gaan we eindelijk. Kijk, we konden dual wielden alles. How's it going, Malta? Stand by. They're latched. Check your targets. Watch. Ik ben gisteren in slaap gevallen bij Shogun. Dat is echt kut, want het was een hele vette episode. Big ones in back. Good luck, Cairo. Ja, dat heb ik nooit begrepen, Sorace. Is daar ooit een uitleg voor gekomen waarom die er niet in zat? Feel the fire on that bulk here. As soon as that door opens, let them have it. Zeg je heel eerlijk, deze feel van de originele Xbox, die heb je niet in de Master Chief Collection. Ik kan er niet omschrijven wat het is, maar er is iets aan de rumble en hoe de controller aanvoelt. Dit speelt echt heel anders dan de Master Chief Collection. Ik zou het niet als beter of slechter willen. Het is echt een unieke
Halo Xbox feel. Toen je ook de allereerste Halo ook speelde. Ik weet niet waarom ze die vertaling niet hebben kunnen maken. Het bestuurt echt heel nice namelijk. En ik heb deze game echt al 100 keer gespeeld op Xbox Series X en shit. Fuck. Dit is wel echt heel nice. Dat lichte wapengekletter ook. Heb je nooit een hele op een console gespeeld? Maar jij gaat nu de redder in nood zijn voor de damsel in distress Kayan straks met zijn PC, want hij durft de dealer aan te raken. Wanneer ga je dat doen? Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk opgegroeid met de PC, maar met de PC was er was toen nog niet met muis. Dat was gewoon letterlijk met de pijltjes toetsen en control voor om te schieten. Dus ik ben pas echt shooter, weet je, moderne shooters zoals dit gaan spelen vanaf de consoles. Dus ik ben eigenlijk niet anders gewend. Zaterdag ga je het wat. Ja, ik ben heel benieuwd. Wel even wat fotootjes droppen dan, hè? Wat een gruwelijke gameplay is dit, zeg. Ja, het zijn best wel toffe gasten af en toe hier, hoor. Oh. Ja, maar het is duidelijk dat er iets met de CPU is, toch? Check it out. The Malt has already driven off its borders. Malta, what is your status? Over. I don't believe it! They're retreating! We won! Ja. Wacht niet. This is bad. Real bad. Klopt ja, de gearbox poort. Vet zal het zijn als hij gewoon niet dat knopje van de voeding heeft omgezet. Nee, dat had de moederbord ook geen stroom gehad, maar dat zou wel goed zijn. Jongens, vandaag dus nog geen onderdeel van de PC Master Race. Ah, ik moet zeggen jongens, dit speelt echt als een droom. Dit is voor mij ook echt tyfus lang geleden dat ik dit op de originele Xbox zelf gespeeld heb, man. Wat ontzettend vet. Ja, Steam Deck. Is het Master Race? I don't know. It's PC. Ja, ook al zou hij de folie niet van de thermoplate hebben afgehaald, dan zou hij in ieder geval nog moeten opstarten. Dat doet hij volgens mij helemaal niet, toch? Uh-oh. Hey, they're leaving the Athens. Cortana, assessment. PC extended race, yeah. Same as the Malta. The Covenant must have brought something with them. A bomb. Then they sure as hell brought one here. Chief, find it. Welke game we nog even snel hierna kunnen doen, maar Ajax begint voor de Excel. Die wil ik wel zien hoor.
met een assault rifle spelen. Laten we deze herladen. All hands, the pressure zone. What the fuck? Oh shit, dat zijn die onzichtbare fuckers natuurlijk, ja. Hier zijn volgens mij onzichtbare fuckers. Nou, die andere open. Weer die andere open. Ja. Steam wellicht naar Xbox komen. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar ik denk, ik ben wel met deze OSSC en shit en die retro game streamen, ben ik er wel van overtuigd dat ik uiteindelijk een RetroTINK 5 moet kopen. Het is aardig wat knaken. Maar dat haal ik er wel uit. Hang on, everyone. Maar komt in ieder geval onderaan de boodschappenlijstje te staan van alle dingen die we nog moeten halen. Ja, de Xbox Store waar dan Xbox zou zich openen naar andere stores. En je moet het zien zoals Steam Deck. Steam Deck, je boot in Steam OS. Nou, je boot nu in je Xbox in Xbox OS. Dat is nu al zo natuurlijk. Er is niks anders. Maar dan moet er ook een soort van desktop mode zijn. Waarbij je ook andere launchers zou moeten kunnen installeren. En dat er, net zoals bij Proton, vaste profielen worden geschreven voor bepaalde games. En je zal niet de nieuwste games kunnen spelen. Dat is wat ik ervan heb begrepen. Wel, bullets nodig, jongens. Waar de bullets at? Klinkt wel cool. Ja, het klinkt heel cool voor Xbox gebruikers. Ik begrijp alleen totaal niet waarom Microsoft dat zou willen. Zeg maar, het enige wat je hiermee voor elkaar gaat krijgen is dat mensen hun games op andere plekken gaan kopen dan behalve de Xbox Store. Dus Microsoft verdient daar niet aan. Wat wel gaat gebeuren is dat wellicht meer mensen Xbox hardware gaan kopen. Maar hun hele doel is juist, hardware sales doen er niet meer toe tegenwoordig. Dus ik volg het echt voor geen meter. Ik kan het niet volgen. Ik wil vooral gewoon een Steam Link app op de Xbox. Dat zou voor mij, fantastisch zijn. Ja, ik zou het ook toejuichen, maar ik begrijp het niet. Maar ja, Phil Spencer zegt zoveel tegenwoordig, man. Wie kan hem nog serieus nemen? Don't worry, ma'am. We're on it. Thanks, Chief. Ik weet niet wat dat is met Phil Spencer. Ik bedoel, hij heeft veel belangrijke dingen gedaan en hij is absoluut een goed uithangsbord, maar Xbox gebruiken kan je niet meer uitgaan van wat hij zegt, toch? Het is overduidelijk dat hij niet de touwtjes in handen heeft. Met Satya Nadella. Omdat hij gewoon moet dansen naar de pijpen van Satya Nadella. En als hij iets zegt waar Satya Nadella niet mee eens is, gaat het gewoon niet gebeuren. Nee, mijn Series X staat eigenlijk ook nooit aan. Dus dat is de eerste die naar Rotterdam gaat. Ja, het werkt ook maar super vet. Oh my god, wat is dat vet. Ik heb nu zo'n ogre die me continu op een bepaald pad zat te fucken.
ben terug naar het stadje gegaan. Ik heb nieuwe fucking weapons en armor gekocht en ik heb die gast neergestoken. Nee, dat is een koelkast helaas, Robert. Dat is nog steeds niet de echte Xbox. First echelon, you're with me. Blanket those cruisers. Take them out one by one. Second echelon, keep those carriers busy. Ja, ik had er ook vertrouwen in, man. Ik had er echt heel veel vertrouwen in. Van dit gaat de generatie voor Xbox worden. Maar dat is het ding. Ze zeggen ook altijd de juiste dingen. Maar uiteindelijk valt het altijd tegen. Ik ga mijn Xbox niet verkopen, want één, ik hou fucking veel van Xbox. Maar ja, hij wordt nooit gebruikt. Dat is ook een feit. Ja, nu ben ik ook wel een PC-gamer. En ik kan al die games ook op PC spelen. Dus dit is misschien in mijn use case iets minder voor de hand liggen. Maar jammer vind ik het wel. Ja, Series X ziet er prachtig uit. Vind ik ook. Jongens, er komen geen andere games meer. Want we hebben nog 10 minuten. Dus ik maak even deze af. En dan ga ik Ajax kijken. Ik vond het wel echt super vet. En ik kijk alweer uit naar de volgende... retro stream. Ik moet even kijken wat dat gaat worden dan. Wellicht dat we een Dreamcast ergens kunnen lenen of op de kop kunnen tikken. Ik zou heel graag Dreamcast willen streamen ook. Ja, ik heb geen Dreamcast, dat is het probleem. Dus dan moet ik een Dreamcast hebben en aardig wat games regelen. En mocht je dit nou kijken via YouTube, ja, doe maar open. Thanks alvast. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan even op het kanaal. Thanks alvast. Ah, echt, Dreamcast is zo vet, zo wees. De Dreamcast is zo vet. We wonen in Friesland, ja, dat wordt een beetje lastig. Krijg je geen lenen van Donnie. Ik moet er uiteindelijk gewoon eentje kopen. Ik heb echt zo spijt van dat ik mijn Dreamcast gekocht heb. €85. Waarschijnlijk dan omdat hij bij zo'n ding ligt. Zo'n hele verpauperde gele, of niet? Dan vind ik 50 of 85 euro wel veel geld. Zit er een doos bij? Vast ook niet. The first carrier completely ignored us, sir. Blew through the Malta's debris field and headed straight for Earth. Ja, dan hoef ik niet. Als er geen doos erbij zit en hij is volledig verkleurd, dan is 85 euro niet een hele goede deal. Volgens mij is er binnenkort een retrobeurs in Tilburg. Laat het Shelly in een GK-stream zeggen, dan heb je de volgende week heen. Maar volgens mij is er binnenkort een retrobeurs in Tilburg. Ik wil daar denk ik wel naartoe. Ik ben nog niet eerder geweest daar. Maar ik denk dat ik dat wel wil. Ja, ongetwijfeld, maar daar zul je ook wel echt boxed shit hebben. Weet je wel, mint condition, boxed shit. Hier gaan we die bom teruggooien naar de Covenant, jongens. Dus dit is wel, dit is wel een vette missie op het einde, hoe die bom aflevert. Moet je ook toegang betalen voor die retro beurs? Weet je me dat? Moet je er toegang voor betalen? Ik wil inderdaad ook gewoon lekker een rondje maken en shit. Weet je, niet per se iets te kopen als ze iets mega vets hebben, wellicht.
Komt u? Me inside your head now. How much time was left? You don't want to know. Cairo, this is an Amber class. 5 euro per carrier shield is down. I'm in position and ready for immediate assault. Ik denk dat ik daar wel naartoe ga. Not against a ship that size. Ik denk dat ik daar wel naartoe ga. Not on your own. Sir, permission to leave the station. For what purpose, Master Chief? To give the Covenant back their bomb. Permission granted. Dit was toen Halo nog hard was, jongens. Was dit niet ook de E3 demo? Dit stukje? I know what you're thinking, and it's crazy. So, stay here. Unfortunately for us ja, both. Geweldige voice acting. I like crazy. Het zal vast niet gebeuren, Turkish. Het zal vast niet gebeuren. Just one question. What if you miss? I won't. So fucking fun. De muziek ook. Ik zet hem harder, jongens. Ik zet hem harder. Star Wars was pretty good. Chief, get Marvel inside. Was vroeger gear vet. Up. We're taking this fight to the surface. Ja, nu kwam je New Mombasa of zo. Echt heel vet level ook. Dit is met de Scarab, toch? The message just repeats. Regret. Catching. Any idea what it means? Dear humanity, we regret being alien bastards. We regret coming to Earth. And we most definitely oh, regret that the war just blew off our raggedy-ass fleet. Hoorah! Regret is a name, Sergeant. The name of one of the Covenant's religious leaders, a prophet. He's on that carrier, and he's calling for help. Immediate. Grid Kilo 2-3 is hot. Recommend mission abort. Roger, Recon. It's your call, Sarge. We're going in. Get tactical, Marines! Master Chief, get aboard that carrier. Secure the Prophet of Regret. This is the only place on Earth the Covenant decided to land. That Prophet is going to tell us why. 30 seconds out. Stand by to... Whoa. Wake up. Shake it off, Marines. Clear the crash site. Go. Ja. Ik zou dat echt nog heel graag door willen spelen, jongens. Ik zou dat echt nog heel graag. Kijk hoe vet het eruit ziet. Die dynamische lichten. Die bumpmapping die ze gebruiken. Het is echt insane. Het is echt insane wat ze uit die Xbox hebben weten te persen. En gewoon widescreen functionality, hè. Echt belachelijk vet. Ik moet vandoor, jongens. Ajax gaat beginnen. Dus ik moet vandoor. Ik vond het super gezellig. Ik wil dit veel vaker gaan doen. We hebben PlayStation 2 gedaan. We hebben GameCube gedaan. We hebben Xbox gedaan.
tijd voor een nieuwe generatie consoles. Misschien eerst even Dreamcast als we die nog op de kop kunnen tikken. Dat blijft toch een speciaal ding, de Dreamcast. En Xbox 360, dat zou ook nice zijn. We kunnen ook even naar het 16-bit tijdperk gaan. Kan allemaal, maar dan moet ik eerst mijn Super Nintendo terugvinden, want die hebben ze bij Blammer kwijtgemaakt. En daar ben ik best wel een beetje boos over. Verdrietig, laten we zeggen verdrietig teleurgesteld. Guys, thanks voor het kijken, thanks voor jullie support, dat waardeer ik echt enorm. En tot de volgende keer. We zijn dit weekend wel weer live. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, je hebt het vanzelf wel gezien denk ik. Mega Drive, ik heb nog een boxed Mega Drive liggen. Dan moet ik alleen een power converter voor hebben, die heeft zeg maar een UK plug. In plaats van een Europese plug. Maar die fucking Mega Drive heb ik nog in doos man, die shit is zo sick. Alright. Boys, girls, nerds, love you. Tot de volgende keer. Bye.